Heb je nou vaak en snel koude handen, dan is een Magic Heat ideaal voor je. Die geeft warmte af, deze geeft warmte af tot een uur. Het is heel simpel om hem te activeren. Je ziet hier een metalen chip in zitten. Nou, die buig je een paar keer. Nou, en dan begint hij daar te kristalliseren. Ik weet niet of je het kan zien, maar hij wordt ook meteen heel erg warm. Nou, en dan blijft hij ongeveer een uur warm. Als je hem nou weer opnieuw wil gebruiken, dan kun je hem gewoon koken 10 tot 20 minuten tot de kristallen volledig opgelost zijn. En dan kun je hem weer opnieuw gebruiken.